leuk dat jullie kijken naar Jij TV. Vandaag ben ik bij de Finnish Bakery bakker. We zijn hier omdat wij het leuk vonden om even te kijken bij de bakker. Kom maar mee. Hallo, wie bent u? Hoi, ik ben Jeffrey. Ik werk hier bij de bakker. Hoe lang bestaat de bakker al? De bakker bestaat hier al enkele jaartjes, maar sinds kort van Finnish Bakery al 5 jaar. Ruim 5 jaar bestaat Finnish Bakery hier. Deze bakker bestaat 5 jaar? Ja, en daarvoor was het ook al een bakker, maar van iemand anders. En Vincent heeft de bakkerij overgenomen. Waarom zouden mensen naar deze bakker komen en niet naar een supermarkt? Nou, de brood wat wij produceren is puur natuur, zeg maar. Er zit geen kunstmatige stoffen toegevoegd. En het is gewoon ambachtelijk brood. En bij de supermarktbrood, ja, dan is het toch al een dag oud voordat het de winkel bereikt. En bij ons wordt het vers gemaakt in de loop van de nacht. Dus daarom raad ik de mensen aan op Eiburg om een lekker broodje bij ons eens een keer te proeven. Om te kunnen vergelijken hoe de supermarktbrood is. Het brood wordt om 12 uur 's nachts al gemaakt. En dan wordt het de hele nacht geproduceerd. En dan rond 4 uur, 5 uur komt het hier naartoe. En dan wordt het hier uitgeladen en dan wordt het hier neergezet. En dan gaan de bakkers weer terug naar hun bakkerij. En dan zijn hun vrij. En dan komt banketbakker Martin. Dat is eigenaar van de bakkerij ook hier. En die gaat de winkel opstarten, zoals ze dat noemen. En die gaat ook alle taartjes wat je daar ziet. Die gaat de taartjes dan allemaal lekker maken. Dus lekker. En dan is Martin is hier al om 4 uur. En soms wel eerder. Om hier al alles op rit te krijgen met de taartjes. Hoe lang doet u dit al? Ik doe dit. Nou, op en aan. Wel 2-3 jaartjes. Vindt u dat leuk? Ik vind het hartstikke leuk. Gezellig. Lekker praten met de klanten. Gezellige babbeltje maken. Dus ik vind het gezellig. Ik was eerst even mijn dochter aan het ophalen van school. En toen dacht ik, ik moet nog even brood halen. Dus we zijn even naar de bakker gegaan. En we hebben ook wat lekkers gekocht. Wat heeft u dan gekocht? Ik heb een bruin brood gehaald. En we hebben 3 sozijse broodjes gehaald. Dat is lekker. En ja. Waarom gaat u niet naar de supermarkt? Daar ga ik ook wel naartoe, maar als ik tijd heb en als het lukt en alles is nog open, ga ik liever lekker naar de bakker. Waarom dan? Nou, waarom? Dat is een hele goede vraag, omdat ik denk dat bij de bakker toch net even wat... omdat die eigenlijk wat meer specialistisch zijn op brood, dus dan denk ik toch dat ik net wat meer kan kiezen en net wat lekkerder dingen kan krijgen. Dat was leuk, hè, vandaag. Ja, wat hebben we allemaal geleerd? Dat er geen kunstmatige stoffen in het brood zitten. En dat het veel gezonder is dan supermarktbrood. Doei!